We gaan nu andere paden bewandelen. En ik denk dat dat ook soms de durf is die marketeers of agentschappen niet altijd hebben op dat moment. Omdat ze zeggen van ja, maar wacht, als we hier iets anders gaan doen, dan moet het er wel bonk op zitten. Dus ik denk ook wel dat er een soort mindset, ja, risicoaversie. En dus eigenlijk bij de organisatie een soort mindset moet zijn van we gaan nieuwe dingen proberen en we mogen falen. Zeker. We mogen nieuwe initiatieven testen met een bepaalde assumptie. Hè. Dus we gaan een nieuw initiatief testen. Onze assumptie is dat het resultaat zou kunnen zijn. Of dat een impact zou kunnen zijn. En als dat niet zo is, oké, geprobeerd en we gaan verder. Het paste binnen de positionering. Het paste binnen de mindset van onze klant. We hebben het geprobeerd, maar we hebben gefaald en we gaan verder. En dat is ook iets... En voldoende lang geprobeerd voordat je natuurlijk zegt dat het gefaald heeft. Hè? Ja. Dat is zeker waar. Dus het geduld en de mindset om die nieuwe dingen te mogen proberen en daar ook slechte resultaten over te mogen presenteren, dat is ook wel iets denk ik, dat belangrijk is om uit te spreken naar elkaar toe, naar het bureau of naar het team onderling, om ervoor te zorgen dat die innovaties überhaupt gebeuren. Ja. Want iets dat werkt, iets dat initieel werkt, durven ze niet direct vanaf stappen. Nee. En ik denk ook ergens binnen uw domein, ja, ik denk dat altijd alle alarmbellen moeten afgaan als je al 2-3 jaar hetzelfde aan het doen bent. Ik denk dat we dat in een aflevering eens hebben gezegd. Het mag nooit zo lang aanslepen. Ik denk dat je 1 keer per jaar standaard een moment moet inbouwen voor wie zijn we deze activiteit nog aan het doen. En wat willen we daar juist mee bereiken? Dat jaarlijks evaluatiemoment bouwt dat zeker in. En dan heb je nooit de situatie dat je 2, 3, 4 jaar iets aan het uitwerken bent. Dat eigenlijk al zijn expiration date, ik weet het juiste woord nu even niet, dat die al gepasseerd is. Ja. Dus dat is ook wel een belangrijke. Moest je dat moment nog niet hebben ingelast, maak er zeker een jaarlijks terugkerend iets van. En houd al uw activiteiten chronologisch tegen het licht. Voor wie doen we dit? En is dit op dit moment nog wel relevant? Kunnen we het ergens recupereren of updaten? Of innoveren zodat het gaat blijven werken voor ons? Of moeten we dit misschien afbouwen of eventueel elimineren uit onze marketing stack, de marketingactiviteiten? Ja.